drinken hebben ze in ieder geval wel. Dat scheelt. Alleen wat ze verder zouden moeten eten, hier heb ik eigenlijk geen kijk op. Hij vindt de weg, oh, misschien is hij bij hem. Hij was bij hem. Bij jou. Nou, dan weet je niet dat kan, dan vindt hij. Melissa, je hebt een hondje bij. Ja, vaak lopen de beesten mee. Oh, kijk. Oh. Nee, toch. Oh, je hebt wel gelijk. Ik zou dat ook niet doen. Ik zou ze ook niet aanraken. Of echt heel, dan vraag je erom. Ja. Je kunt het niet. Je kunt het niet oplossen, dat probleem. Nee, precies. Kun je iedere week kun je wel een hond meenemen. Ik had wel terug. Ga maar. Oh, we hebben misschien eerder een wandeling samengelopen, I don't know. Dat is heel goed om te horen. Dan ben je hier op je plek, dat is belangrijk. Jane en Tarzan. Weinig op je spullen is soms niet. Ik kom van de generatie, dus een andere generatie. Is soms niet geleerd. Doe je best zodat je een Nederlander bent. Je eigen spullen waarderen. Op dat stuk wat we nu gaan lopen, heb je eigenlijk hele grote bomen. Maar je
maar je hebt ook dat heel veel omvallen. Dus hier zie je ook eentje echt op de grond liggen. Dus ik denk zelf omdat het zo vochtig is op een gegeven moment. Mooi. Gewoon neer. Kijk, daar heb je ook een hele wortel van een omgevallen boom. En hier, nou jullie lopen nu via een andere route, mag ook. Maar hier heb je dus vanuit die bergen, dan komt het water dus zo naar beneden stromen. En daar heb je dus zo'n mini riviertje. Dan kun je inderdaad daar Het maakt allemaal niet zo uit. Ik vraag me dan wel af hoe lang dat hij het al uit had. Kijk, die bomen vind ik ook zo bijzonder met die gele wortels zo over de grond heen. Kijk, ik zie daar ook een mooie grote dikblaadzaak. En hier stroomt eigenlijk het hele jaar door water. De ene keer wat minder veel dan de andere, maar er komt hier altijd water. En zo drinkbaar. Ja. En vaak denk ik dat het is koud als je je hand erin steekt, dan is het gewoon warm. Natuurlijk gezuiverd water. Ja. Even nog filter eraf. Beker bij me. Je hebt de modder op je rug. Mini. Ai, die moet ik ook niet doen. Paddenstoelen en zwammen. Ik moest er ook meteen aan denken, Melissa. Dag Guppie. Ja, dat is altijd bij alle foto's. Ja.
In stijl, in pose. Nice. Ja, ja, ja. Maar je hebt ook soms dat de mensen hier in de mond niet komen, want je kunt hier heel makkelijk met de auto. Dan komen ze heel gezellig doen. Dus ik had vroeger ook dat ik wel eens morgens dan hier liep en dan dacht ik van wat wiebelt die auto. Dus toen deze boom voor het eerst ook zag, ja, wat hebben ze hier op dit ding gedaan. Maar kijk, dit vind ik dan ook weer bijzonder. Zie je dat? Een vlecht, de natuur is weer gewoon zo. Oh, ja. Ah, zie, vlecht. Doet je dat? Ja, ik ga een paar liter over. Mooie pijpenkrul hier. Ja. Mooie pijpenkrul. Increíble. Ja, maar nu is het natuurlijk. Ja, si wat ik busca leeuw en toch. Banikas, in de roos. Is hij terug? Hij ging terug. Dus mevrouw is er even aan de hand van het bruggetje. Sommigen zijn heel slim, hè? Wordt hij over het bruggetje getild? Ja. Als jullie dan even hier nog mooi naar die paddenstoelen kijken, dan doe ik hier ergens een plasje. Okay. Dan ben ik ook weer chill. Oké. Okay. Zo goed als. Het is dat lange mouw, de topica. Dat is 2 graden. Hij gaat roepen naar zijn mama. Oh jee. Ja, de gele steentjes nou wijst dus aan dat je nog in het gebied bent die daar de route volgt. Beter. Ja, in Nederland zit allemaal extra zwak voor honden en dieren. Ja. Ik moet jou eerlijk zeggen dat ik de zin dat daar wel wat harder ben geworden. Ja. Ik heb me echt, zeker tijdens de COVID, gewoon giga geërgerd aan die vrouw van whatever. Die hier dus voor zo'n hondenopvangcentrum wilde bouwen, terwijl er hier zat kinderen zonder ontbijt naar school gaan. En dan denk ik van joh, weet je, ik hoor niet goed. Ja. Basis, hè? Ja. De andere dingen hebben prioriteit. Ja. Worden nu beter. Kijk, en ik, in sommige dingen, zo, ik, en dan moet je dus echt aanpassen. Dus het heeft een kettingreactie. Wow. Waar ze dus niet, ik ga maar deze niet kant. Ja, nee, ik was nog ziet er beter uit. Nu is het dilemma, wat doen we? Maar ik begreep laatst dat de politie dus ook aanbeveelt om honden te hebben tegen de bewaking. Of voor bewaking. En daar ben ik dus gewoon ook ernstig op tegen. Maar dat zie ik dus ook, dat gewoon bij achterburen eigenlijk zo'n hond is moedersiel alleen, alleen maar boos. Die vrouw is verjaard, slecht gezien. Dus die hond krijgt, is een roedeldier, is een gezelschapsdier. En die is gewoon moedersiel alleen.
een overheidsdienst zijn mensen toch te educatie. Zo? Ja. Een mens heeft het eigen om zich de dieren als minder dan dus de dieren komen. Ja. Ja. Dus ja. Hun moeten mij beschermen. Er is een boek nu over, hoe heet die boeken? Homo sapiens. Ja. Jeetje, wat beschrijft dit mooi. En zoiets moet er veel meer voor jongeren. Educatie, want de ouderen bereiken misschien niet meer. Maar pak de jongeren, besteed daar veel meer in. Om de jongeren. Lang geleden, toen ik op de basisschool zat, heb ik 6 jaar in de klas gezeten met Francis Sling. Oh ja. Zonder te weten dat hij kon tekenen en schilderen. En dan maakt hij de meest mooie muurschilderingen, en dit is er één van. Kiko. Kiko. Asi eta boa, lees ik dat goed? Bona. Wat betekent dat van kijk hoe mooi? Of hoe mooi dit is? Ja, wat betekent het van kijk hoe mooi dit is? Nee, ik zal het niet zoals iedereen de rest van het vertellen. Er zit inderdaad een verhaal achter en waarom die tekst daar zo is gezegd. Kiko koi asitabona. Kijk. Met. Kijk. Ja, kom aan de kant staan. Dat is een of andere mafkees met een noodgang. Wil je hem wat dichterbij hebben? Want hij is zo. Ja, kijk maar. Ja, dit heeft Francis Sling gemaakt. En die tekst die daar staat, waar Suzanne voor staat, is dat Kikoku e Hasi etabona. Je hebt hier achter eigenlijk. Ook een boom groeien en daar groeit een parileertje overheen. Een parileertje is eigenlijk ook weer een giftige plant die een parasiet is, die eigenlijk alles uit de boom haalt. Dit is dus ook een parileertje van de modder en het groeit eigenlijk op de windruif. En ondanks dat die parileertje erop mee groeit, dan blijkt die dus Thank you.
We hebben echt zoveel talenten allemaal. Ja. Ja. Er werd altijd. Maar als jullie denken van tempo, vind ik het ook moeilijk of nog rustig raken. Ja. Ja. We mogen ook hier nog een groepsfoto maken als jullie dat willen. Ja? Oh, dat kan altijd. Kijk, nooit weg. Why not? Wil je een kroon? Dan ga je dus richting het suikerteutje. En dan naar de bal, wat helemaal vervallen is. Niemand onder het krantje? Weet je wat het bijzonder was? Dat was een box, waar zeg maar alle instrumenten. Nou, kijk. Omhoog en omlaag. Moeten we dichter op elkaar staan? Ja. Inschikken? Ja. Ja, dus ik ben geen fotograaf, maar ik heb drie gemaakt, dus dan kan je keuzes maken. Nou, de eerste is goedgekeurd. Dat komt. De tweede ook, de derde ook. Goed. Drie goeie. Ja, okay. Nice. Wow. Leuk. Yes. Yeah. Ja. Zo. Nee, maar het heeft heel lang, was het ons Nationaal Theater, dus het heeft heel lang goed gekeurd. Het is wel grappig, maar ligt ze allemaal om een keer andersom te lopen. Aha. We gaan hier dan rechtsaf, weet je wel, en we niet zo omlopen. Aha. We gaan nu hier erin. Haantje de Bista. Het zegen voor het uitzicht. Oké. Hier gaan we een klein stukje klimmen. Daar valt erg mee. Speciaal voor de kerst heeft de natuur hier kerstballetjes opgehangen. Dit is, weet dat? Barba di Kadushi. En dat groeit eigenlijk ook in allerlei bomen en dergelijke. En het zijn geen parasieten, dus ze gebruiken eigenlijk niet de voeding uit de bomen. Maar ze halen eigenlijk uit de lucht vocht. Dus ze hebben eigenlijk heel weinig vocht nodig. Het enige wat ze soms doen is dat het zo vol hangt met die bomen dat ze zorgen voor te veel schaduw, waardoor daarom wel de rest dood gaat. Ja. Ja,
leuk uit steken hebben ze. Maar zit er binnenkant zo in het hout? Je hebt inderdaad, weet je dat, dat hout erin zit en dat houdt eigenlijk heel veel vocht vast voor als er als het even niet regent, dat het nog steeds kan. En dat hout is daarom heel stevig en ook licht. En dan maken ze dus eigenlijk ook vliegers van. Dan gebruiken ze dat hout. Soms als het helemaal uit elkaar valt, dan zie je ook allemaal van die kleine reepjes. En dan kun je heel makkelijk gebruiken om vliegers van te maken. Maar hier heb ik van het licht zo, heb ik ook nog niet eerder gezien. Het vak is doorgaan op die manier. Dat is echt een mooi stukje waar je het limbo onder wil, dus om je hoofd niet tegen aan te krijgen. Dat is een lange gezaag. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En dan krijg je zo'n bamboemiddel. Dus en daar stroomt vast. We hebben ook een bloedader. En dat zijn van kleinkloten. Ja, ja. Ook dingen waar het bloed en water langs kan. Ja. Klopt. Mooi, hè? Ze leefde veel meer met de natuur. Ja, dat is natuurlijk. Ze hadden geen. En we gaan met een trappetje en touwen weer naar boven. Nee, niet te lopen, dus. Alles ging op gevoel. En niet alles hier. Ja. Expeditie op de zon. Wil jij niet meteen de hoop naar boven? Ja. Want ik. Zeker hard stap. Onverlaat kan het dan niet laten om een flesje weg te gooien. Heb je deze hele route al ooit gelopen? Ja. Alleen zeg maar het stuk vanaf de meteo naar binnen, dat niet. Omdat we dan hier beginnen aan rondlopen. Begin van dit jaar, dat was onze eerste. Van we gaan hiken. En omdat we dit ooit eerder gedaan hebben toen we elkaar net kenden en dit niet al te spannend is zoals je zegt. Ja. En ik ook wel enige herinneringen had van hoe het in elkaar zat, hebben we dit toen gedaan met z'n tweeën. Er zijn kleine cactussen daar. Papiament Milongniceru en dan het Nederlandse bolcactus. Deze? Ja, die groeien gewoon altijd op alle rotsen. Heel mooi als ze bloeien. Ja, dan komen soms van die roze vruchtjes uit. Dan kun je eten. En dan kun je inderdaad eten. Oh, okay, Nou, ik ben benieuwd hoe lang dat dit nog zo groen blijft, zo'n vlakte. En kijk die tak daar met die mooie bolcactusjes erop. Dan net zo erachter te staan en een foto te maken. Kijk, daar gaat net een vliegtuig. Wat gaat hij doen? Landen, ja. Ja, die is nog hoog, hè? En dat is grote berg zeker, of nee? Volgens mij, dat werd mij net opgevraagd. Anders had ik ook een beetje te twijfelen. Oh, zou dat nog verder zijn? Ik weet het niet. Het is wel een grote berg hoor. Ja? Oké. Als jij het zegt, de oriëntatie is helemaal... Zo, wat duct tape alweer niet goed voor is. En dit is trouwens... Maar het ruikt heel lekker. Willem en Sali. Kun je oprollen en je neus stoppen? Als je het oor wordt te zwanger of wat was het ook alweer? Ja, van alles geloof ik wel. Dat zorgt dat je geen buikpijn hebt en zo. Dat soort dingen, dus ik associeer het met... Hier heb je een mini roze vrucht.
rij is nog niet rijp. Maar in die bolcactussen groeien dus ook fruit. En hier zie je dus dat die bezig is. Dus ik zie dat roze puntje. Maar die gaat op een gegeven moment wordt het groot en dan vloekt het er half uit. En dan kun je hem eruit halen en opeten. Alles ruikt lekker en net of ik het helemaal opnieuw. Echt zo, maar de, ook de hoeveelheid bewegwijzering is wel toegenomen, heb ik de indruk. Ja. Kijk hier, deze zou je in principe kunnen eten hier. Ah ja. Aan de bocht ja. Zie je er eentje die er aan het uitvloepen is. Liefhebbers, lopen boeken, die kun je wel eten. Dus iemand die wat lust? Guayaba. Basta. Oh, die zijn guayaba is zo lekker. Ik kan zo een cactus hakken en dan het water drinken. Ik denk dat het hetzelfde Maar de salie was het nou goed? Engels. Als je mensen Oh, maar het was absoluut pijn, mensen waren ze pijn. Maar ook wordt ermee gewassen. Bambang wil in Sali, weet je nog? Ja. Inzitten na het. En daar zie je ook. Je had vroeger op bepaalde bergen ook van die stenen die ze dan zo tegen elkaar aanslaan, van die zwarte stenen, dat noemen ze dan vuurstenen. En dan maken ze daar vonkjes mee en dat katoen wat daar uit die bolcactus komt, dat gebruikten ze dan om dat dan aan te krijgen. Dat ging dan fikken en dan kon je makkelijk een vuurtje maken. Ah. En daar zie je dus dat katoen duidelijk eruit kwam. Ja. Het is wel grappig dat je het katoen noemt, want dat is het natuurlijk niet, maar wat het wel is, weet ik ook niet hoe je dat noemt. Het katoen is gewoon van de katoenplant. Ja, precies. Nou, we kunnen er ook kapot van maken, I don't know. Nee, kapok is wat anders, het komt van de kapokbom. Je hebt in... Hoe heet het dan nou ook alweer, Melissa? Waar die oude kapotboom staat. Barber. Barber Hoffie. Pastoor. Hoffie Pastoor. Jongens, het lijkt wel alsof ik dement word. Ik herinner me een hoop dingen niet meer zo, maar... Ik vind het mooi wat ze hebben gedaan. Ik weet niet wat je al het werk van dit zijn. 63. Ja. Nou, dat klopt. Dan moet even in de woorden komen. Ik merk het niet aan je anders. Ik heb dat al heel lang. Dat als ik kan dingen komen dan zo op, maar op het moment dat ik ze nodig heb, niet. Dan niet precies. Prik je niet. Kijk eens, als je hem eruit haalt, dan ziet het er zo uit. Oh. En erin zit er eigenlijk een soort beetje slijmerig iets met pitjes. En wie durft? Jam. Wie wil proeven? Ja, hoor. Ja. Kijk, maar er zit vast iets goeds in. Ik weet niet verzekerd of zo, maar... Hier is het nummer, hier is het nummer 911, hè? Ik ben er nog langer, hè? Tijd leven we in. Voorheen was het dat we meteen eten, want de andere komt er. Nu wordt er overlegd. Met delen. Dat is lekker toch? Ja, heel lekker. Kijk wat je mist. Ik heb hier delen, want anders verlies ik de achterhoofd, wil je niet verliezen. Maar dan anders, want de structuur is helemaal anders. Alweer een bord.
Ik heb hier nog nooit zoveel borden gezien. Hoe meter moet ik weer een foto maken? Hier hebben ze het over die manzanilla. Manchineel tree. Poison apple. Ja, de giftige appel, die moeten we dan even niet eten. Niet eten. Anders eindigen we allemaal als de Blue Lagoon. Ja, daar mooi uitzicht. Over het vliegveld. Eigenlijk is het wel een mooie plek om te parkeren bij de meteo Melissa. Ja, want ik heb wel altijd gehad van als ik hier mijn auto achterlaat. Van zou ik hem nog heel aantreffen. Vroeger met mijn tante hier geweest.
boven stonden en dan moesten ze allemaal tegen de muur staan. Ik weet dat het daar echt ook een muur is, maar een hele hoge muur. Ja, het is een hoge muur. Okay. Maar dan kon je zien waar die slaven dan stonden. Tenminste, dat vertelden ze allemaal. Ja. En dan werden ze daar verhandeld. Dan gingen ze staan en dan. Want ik weet wel dat je daar op die vlakte verderop heb je wel twee van die hoge muren. Ja, volgens mij. Het wordt vaak ook weer als bouwmateriaal gebruikt. Ja, dat is natuurlijk al een heel wat jaar geleden. Daar heb je ook best hoge slavenmuren. Ja. Ja, maar hier nee, de hoge. Hier gaan we trouwens ook weer wat glibberig naar beneden. Maar jullie moeten nog even blijven zitten, want ik vind dat een leuke foto. Ja, op een andere plekje, dat vond ik dus ook altijd leuk. Ja, vroeger had je dus, ja, eigenlijk nog steeds wel, dat je gewoon dan kan zitten en gewoon naar die vliegtuigen kijken, hoe de koffertjes erin worden gezet en weer eruit. Oh echt? En de toeristen. Ja, toeristen gaan in zo'n suf door zo'n slurf, maar vroeger liepen ze dus kijken. Gewoon een trappetje af en dan over ja, de wachten heen. Dat is allemaal leuk om na te kijken. Dus dat is dus waar. Als je aankomt. Ja, als je een klein vliegtuig gaat naar Aruba of zo, dan is dat nog steeds zo. In Biel heb je een paar winkels of wat werk. In Salinja heb je een paar sportwinkels zitten. Die van mij komen daar vandaan. Ik heb gewoon mijn hardloopschoenen aan.